Dus vele jaren terug liep ik zo met het idee rond van, eigenlijk dit en onze ouders, kan het wel zo verder, maar dat altijd maar spuiten met alles aan nog wat, die breedte werkende middelen, met alle respect voor onze ouders, want we wisten van niet meer. En dan ben ik op een bepaald moment ergens in het opzoekingsstation van Horssem verzeild geraakt om een bepaalde vergadering en door toch wel een aantal mensen leren kennen. En ik denk dat het jaar 88 was. En toen is voor mij eigenlijk de ommekeer gekomen. En sindsdien heb ik me volledig gestort in de wereld van de geïntegreerde bestrijding. We hebben roofmijten uitgelegd op de bomen. Wij hebben sindsdien nooit niet meer moeten spuiten tegen roestmijten. Niet meer moeten spuiten tegen rode spin. Die roofmijten die lossen het probleem volledig op een natuurlijke basis. Door minder breedwerkende middelen of geen breedwerkende middelen niet meer te gebruiken, zijn er dus heel wat nuttige insecten terug naar boven gekomen die ons goed van dienst waren. We hebben dan ook in de jaren 90 heel veel inspanningen gedaan om de oorwormen op te volgen, hun gedrag, hun mobiliteit allemaal. We hebben dan daar ook heel veel nuttige kanten van gezien. Om die reden hebben we ook gezorgd dat wij zeker niet beginnen schoffelen zijn onder de bomen, omdat wij dan toen ook wisten dat ze overwinterden in de grond, daar ook kweekten, zich voorplanten, dus mochten door de schuilplaatsen of de kweekbedden dus niet gaan verstoren. Later zijn we dan ook overgeschakeld nog een keer naar feromonverwarring. Ik heb dus ook gezien en geconstateerd dat wij eigenlijk na 30 jaar, en ook na 30 jaar registratie, dat wij op die 30 jaar met onze sector, met ons bedrijf, op vrijwillige basis toch een reductie hebben gekregen van pesticiden van ongeveer een 90%. Waar ik toch terecht fier mag op zijn als bedrijf, enerzijds, als sector anderzijds. We hebben ook heel veel hagen geplant. Hagen die toen dienden als afsluiting, als windschut. Maar tezelfde tijd ook als een soort schuilplaats voor nuttige insecten, ook voor vogels. We hebben ook onze grachtkanten, onze waterwegen gaan beplanten met nuttige planten om ons water proper en zuiver te houden. En dit alles in zijn totaliteit, ook samen met de torenvalkassen die wij hebben geplaatst, waar dus met kasten erop, waar de roofvogels konden in kweken, waar diezelfde roofvogels dan ook konden jagen in de boomhaard op zoek achter andere vogels of het wakjagen van andere vogels. Het uitgangen van mezenkastjes enzovoort. Dus alles in zijn totaliteit hebben we toch ergens toch voor een stukje revolutie gezorgd binnen onze sector. Waar ik vandaag toch ook fier op ben als bedrijf, als familie, als sector. Dat wij op één generatie tijd dat allemaal hebben waargemaakt, klaar hebben gemaakt. Op vrijwillige basis. Nu zijn de wetten en de wetgeving en de druk daar wel, maar eigenlijk hadden we al waargemaakt vooral dit al die regelgeving er was. En ik zeg nog een keer, ik ben er fier op, ook trots op ons bedrijf, op de familie, dat wij hebben dat kunnen realiseren. Ik als derde generatie, ik hoop dat wij zeker nog een vierde, hopelijk misschien ook een vijfde generatie mogen krijgen op ons bedrijf, en dat we die trend ook nog kunnen verder zetten, maar er is nog zeker nog ruimte tot nog beter, scherper, ik weet niet wat er op ons af kan komen, maar volgens mij zijn er nog heel wat mogelijkheden naar de toekomst toe.